President van het Hof van Justitie, leden van de Raad van Ministers, staatsadviseur, ondervoorzitter van de Staatsraad, kandidaat-procureur-generaal bij het Hof van Justitie, mevrouw Meester Garcia Ramcharan Paragsing, kandidaat-lid van het Hof van Justitie, de heer Meester Erik Rutsch, lid plaatsvervanger van het Hof van Justitie, mevrouw Meester Sintja Klein-Schulz, en de familieleden, overige genodigden, dames en heren. Het is mij een genoegen om u allen namens de president van de Republiek Suriname, zijn excellentie Chandrika Persat Santokhi, en de First Lady, mevrouw Melissa Santokhi Senachiri, van harte welkom te heten in het presidentieel paleis, ter bijwoning van deze speciale beëdigingsceremonie. Vandaag zal de president op basis van zijn grondwettelijke bevoegdheid mevrouw Meester Garcia Ramcharan Paragsing beëdigen tot procureur-generaal bij het Hof van Justitie. De heer Meester Erik Rutsch zal beëdigd worden tot lid van het Hof van Justitie en mevrouw Meester Sintja Klein-Schulz wordt beëdigd tot lidplaatsvervanger van het Hof van Justitie. De eedsformule wordt voorgelezen door de directeur van het ministerie van Binnenlandse Zaken, de heer Eskak. Mag de heer Eskak uitnodigen naar voren. Mag ik ook de te beëdigen functionarissen vragen te gaan staan om de eedsformule aan te horen. Ik zweer dat ik middelijk, nog onmiddellijk, onder welke naam of onder welk voorwendsel ook, tot het verkrijgen van mijn aanstelling aan iemand, wie hij ook zij, iets heb gegeven of beloofd, nog zal geven. Ik zweer dat ik nimmer enige giften of geschenken, hoegenaamd zal aannemen of ontvangen van enig persoon, van wie ik weet of vermoed dat hij in een rechtszaak is of zal worden betrokken in welke mijn ambtsverrichtingen zouden kunnen te pas komen. Ik zweer trouw aan de Republiek Suriname en gehoorzaamheid aan de grondwet en aan alle andere wettelijke regelingen. Dank u wel, directeur Eskak. Dank u wel, kandidaten. U mag plaatsnemen. Geachte kandidaten, u zult zoals zelf aangegeven de eed afleggen. U mag straks bij het beëdigingsmoment de president nazeggen. De eedformule luidt als volgt: zo waarlijk helpen mij God almachtig. Mag ik nu uitnodigen naar voren, om naar voren te komen, meester Garcia Ramcharan Paragsing, als ook de geestelijke die haar zal bijstaan. Mag ik de president uitnodigen om het formele ter zake te verrichten. Meester Paragsing wordt beëdigd tot procureur-generaal bij het Hof van Justitie. Zij zal de eed afleggen. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisheshanu Vadi Bhashate Deshitarine Namo Mahavaranyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurat Vishe Namaha Namo Brahmanya Devaya Go Brahmanitaya Cha Jagaditaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Ik wil vragen dat u uw handen vouwt en dan na mij zegt: O mijn Heer Krishna, O mijn Heer Krishna, O Allerhoogste Godspersoon, O Allerhoogste Godspersoon,
U bent mijn allerhoogste toevlucht. U bent mijn allerhoogste toevlucht. En getuige. En getuige. Schenkt u mij alstublieft. Schenkt u mij alstublieft. Uw transcendentale kracht. Uw transcendentale kracht. En transcendentale kennis. En transcendentale kennis. Zodat ik mijn dharma. Zodat ik mijn dharma. Plicht en werkzaamheden. Plicht en werkzaamheden. Naar beste vermogen mag uitvoeren. Naar beste vermogen mag uitvoeren. Ik draag mijn handelingen. Ik draag mijn handelingen. Als een offering. Als een offering. Van oprechte devotie. Van oprechte devotie. Aan u op. Aan u op. Heer Krishna. Heer Krishna. Accepteert u dit alsjeblieft. Accepteert u dit alsjeblieft. En als laatste. Nashto moha. Nashto moha. Smritir labdha. Smriti labdha. Tvat prasadan. Tvat prasadan. Maya chuta. Maya chuta. Stito asmi. Stito asmi. Gata sandana. Gata sangana. Karishe. Karishe. Vachanam. Vachanam. Tava. Tava. En dan moet u uw hand hierop zetten en dan na mij herhalen. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Rama Rama. Hare Hare. Hare Hare. Mahati Hari Mukhsa Kansuva. Dank u wel. Dank u wel. Mevrouw Garcia Paraksin Ramcharan. U verkozen voor de eed, als u mij kunt nazeggen. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Dank u wel. Dank u wel, meester Ramcharan Paraksin, de geestelijke en de president. Mag ik nu naar voren uitnodigen de heer meester Erik Rutsch. Meester Rutsch wordt beëdigd tot lid van het Hof van Justitie en zal ook de eed afleggen. Excellentie, mag ik u uitnodigen om het formele ter zake te verrichten. Meester Erik Rutsch, u heeft ook gekozen voor de eed. Als u mij kunt nazeggen. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Dank u wel. Dank u wel. Plaats. Dank u wel. U mag plaatsnemen. Ik nodig nu uit mevrouw meester Cynthia Klein-Schulz. Meester Klein-Schulz wordt beëdigd tot lidplaatsvervanger van het Hof van Justitie en zal ook de eed afleggen. Excellentie, mag u uitnodigen. Mevrouw Cynthia Klein, u heeft ook gekozen voor de eed. Als u mij kunt nazeggen. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Dank u wel, de plaats nemen. Dank u wel, excellentie. En dank u wel, mevrouw meester Klein. Dames en heren, het is nu thans tijd voor de toespraak van de president van de Republiek Suriname. Mag u aandacht hiervoor. Excellentie, mag u uitnodigen. Dank u wel, Master of Ceremony. Mag je nogmaals een frisse middag toewensen en welkom heten hier op het paleis, First Lady, vice-president van de Republiek Suriname, voorzitter van de Nationale Assemblée, president van het Hof van Justitie en leden van het Hof, leden ook. Openbaar ministerie, leden van de Raad van Ministers, staatsadviseur onder voorzitter van de staatsraad en de nieuwbakken, pas beëdigde procureur-generaal bij het Hof van Justitie, mevrouw meester Garcia Ramcharan Paraksin en echtgenoot en alle familieleden en pas beëdigd lid van het Hof van Justitie, de heer meester Erik Rutsch en familie en de net beëdigde lidsplaatsvervanger van het Hof van Justitie, mevrouw meester Cynthia Klein-Schulz. Alle andere hoogwaardigheidsbekleders, genodigden, dames en heren. Vandaag markeren wij
een bijzondere dag met de beëdiging van de procureur-generaal en ook twee rechters voor het Hof van Justitie voor onze Republiek Suriname. Voor wat betreft de procureur-generaal hebben we de afgelopen dagen met betrekking tot de benoeming van de procureur-generaal veel gehoord. Er is veel gezegd geworden. Het enige wat ik vandaag kan zeggen, dat ik als president zeer zorgvuldig en overeenkomstig de wettelijke bepaling te werk ben gegaan. De traditie om vanuit een profielschets van de functie eerstens te kijken naar een kandidaat vanuit het Openbaar Ministerie. En dat heeft ook nu weer gegolden. Wij dienen ons te realiseren dat zowel de grondwet als ook de wet op de rechterlijke organisatie bepalingen bevatten die op hun beurt waarborgen bevatten voor het identificeren van de geschikte kandidaat. Een onderdeel van dat proces is het vragen en ook ontvangen van advies van het Hof van Justitie, welk advies dwingend is voorgeschreven. Met dit advies in de hand is het vervolgens een pure administratieve vereiste om het proces af te wikkelen door de benoemingsvoordracht te formaliseren door het nemen van een regeringsbesluit. Door op deze zorgvuldige wijze te handelen is voorkomen dat uit puur politieke motieven en overwegingen zouden gelden om de benoeming tot stand te brengen. De eerder aangehaalde grondwet en de wet op de rechterlijke organisatie kennen ook bepalingen voor het onafhankelijk functioneren van de procureur-generaal, te meer dat deze functionaris lid is van het hoogste rechtscollege van ons land, te weten het Hof van Justitie. De lange staat van dienst van mevrouw Paraksing is mede in beschouwing genomen en vormt een niet te verwaarlozen conditie om vertrouwen in te hebben dat zij op professionele wijze de functie in alle onafhankelijkheid zal uitdragen. Als hoofd van het vervolgingsapparaat zal zij sturing moeten geven aan een gedegen vervolgingsbeleid ter beteugeling van alle vormen van criminaliteit, inclusief de georganiseerde grensoverschrijdende criminaliteit. Er is enige tijd in het oogspringende overlast van criminaliteit als ook berovingen zal drastisch aangepakt moeten worden en zullen de nodige instructies moeten worden gegeven aan de opsporingsdiensten. De regering zal voor deze immense taak de nodige middelen en menskracht beschikbaar stellen. De regering heeft sinds haar aantreden getracht om in overleg met de autoriteiten binnen de rechterlijke macht enige verlichting te brengen op het stuk van de versterking van de rechterlijke macht. De regering heeft kort na haar aantreden 15 waarnemende substituut officieren van justitie beëdigd bij het Openbaar Ministerie. Ook is de president van het Hof van Justitie na een gedegen periode van 6 jaren waarneming in het ambt in december 2020 benoemd door de regering als president van het Hof. Hiernaast zijn er nog 7 leden plaatsvervangers bij het Hof van Justitie benoemd. En de rechterlijke macht beschikt thans ook over 5 schrijfjuristen. En terwijl de RAJO-opleidingen voor zowel het Openbaar Ministerie als de rechterlijke macht in startblokken staan. Hiermee geven wij onze ondersteuning aan de verdere versterking en onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Procureur-generaal, u geeft ook leiding aan de justitiële politiezorg. En ik vraag u om alles in het werk te stellen om de werkarmen die u heeft
om deze verantwoordelijkheid te exerceren, met name op het gebied van de rechtshandhaving, dat de integriteit van uw werkarmen zo snel mogelijk op te poetsen. Processen die reeds in gang zijn gezet voor werving en selectie van kandidaten voor de opleiding tot vervolgingsambtenaar zullen met de nodige voortvarendheid gecontinueerd moeten worden. Om zo uiteindelijk te resulteren in vergroting van het aantal vervolgingsambtenaren. Ook de huidige middelenvoorziening dient gecontinueerd te worden. En binnen dat kader is het traject van de financiële verzelfstandiging van de rechterlijke macht reeds ingezet. En komt zij nu als apart staatsorgaan op de begroting voor. In het verlengde hiervan is met inachtneming van de comptabiliteitswet ook de nadere uitwerking van over de uitvoering van de begroting van de rechterlijke macht bij resolutie vastgesteld. Ondertussen is een commissie binnen de rechterlijke macht doende om ook de personele verzelfstandiging bij de zittende en staande magistratuur ter hand te nemen, waarbij zaken bij wet vastgesteld zullen worden. Maar ook de commissie onder leiding van de president van het Hof zelf om die totale reorganisatie bij het Hof en bij de rechterlijke macht teweeg te brengen, inclusief de aanpassing van regelgeving en ook de strategische beleidsbepaling voor de komende periode met betrekking tot de rechterlijke macht. Decennia lang is de rechterlijke macht de pijler van de rechtsstaat Suriname en die vertrouwenwekkend is blijven functioneren. Hierdoor is bijgedragen aan het in stand houden van de principes van de rechtsstaat. En als president zal ik mijn regering steeds aansturen om die impulsen te geven voor de bescherming van de rechtsstaat. De beëdiging van u, mevrouw Paraksing, in de functie van procureur-generaal is een impuls welke bijdraagt aan de verdere versterking van de rechtsstaat. Procureur-generaal, u vertegenwoordigt ook de staat in rechten. En ik verwacht van u goede afspraken met de regering te maken in verband met het adequaat en tijdig behartigen van de rechtsbelangen van de staat. En het algemeen vervolgingsbeleid wordt ook bepaald door de regering. En ook hieromtrent moeten we goede afspraken maken voor een transparant en voorspelbaar vervolgingsbeleid. Procureur-generaal, u bent ook belast met het vuurwapenbeleid. En de samenleving vraagt meer transparantie en meer bescherming van de burgers. En ook hieromtrent zal er veel overleg moeten zijn, ook met de regering en alle andere actoren die hierbij een stukje verantwoordelijkheid hebben. Procureur-generaal, ik wens u veel succes toe in uw ambtsvervulling en dat de schepper, uw schepper Krishna Bhagwan, u daartoe de genade zal geven. In mijn felicitatie betrek ik ook uw gezin, familie en de overige dierbaren. En zoals eerder aangegeven, dames en heren, deze speciale dag van vandaag kent nog twee markante momenten. Naast de beëdiging van de procureur-generaal mag ik vandaag ook overgaan tot het aanvullen van de vacante posities binnen de zittende magistratuur. Twee hooggekwalificeerde krachten zullen ook vandaag worden beëdigd, medicijnse beëdigd. En het is geen eenvoudige taak om voor de invulling van de posities bij het Hof van Justitie zorg te dragen. De leden van het Hof dienen kennis van het recht, maar ook kennis over de samenleving te bezitten en daarbovenop integer en van onbesproken gedrag te zijn. Dit zijn vereisten om een beroep van rechter op adequate wijze uit te oefenen, waarbij nog bijkomen de beperkingen die hun ambt met zich meebrengt ten aanzien van de bewegingsvrijheid, de leefruimte van deze ambtsdragers.
Vandaag mogen wij ook verwelkomen de pas beëdigde meester Erik Patrick Rutsch. Meester Rutsch, u heeft die opleiding tot meester in de rechten in Suriname genoten aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname, alwaar u in 1989 ook bent afgestudeerd. Hij heeft zich hierna gespecialiseerd in onder andere mensenrechten en heeft ook nog eens een wiskundeknobbel. Dat gaat hij ook zeker nodig hebben bij de rechterlijke wacht. Meester Rutsch heeft aan diverse academische opleidingen gedoseerd. En hij heeft Suriname ook op internationaal vlak mogen vertegenwoordigen als mensenrechtendeskundige. En hij is te rekenen vanaf 1 november 2018 benoemd tot lidplaatsvervanger van het Hof van Justitie van Suriname. En ook mag ik met trots stellen dat meester Rutsch in februari 2019 gekozen is als lid van de Inter-American Juridical Committee van de Organisatie van Amerikaanse Staten. Meester Rutsch is vanaf 1995 tot 2012 onafgebroken als docent verbonden geweest aan onze Universiteit van Suriname, welke universiteit voor hem de basis heeft gelegd voor zijn zeer indrukwekkende carrière. Dames en heren, meester Erik Rutsch heeft zich dus reeds geruime tijd al ten dienste gesteld van de wetenschap en het rechts, zowel nationaal als internationaal. En het is dan ook met het volste vertrouwen dat meester Erik Patrick Rutsch op voordracht van het Hof van Justitie bij regeringsbesluit van 14 augustus 2023 door de regering is benoemd tot lid van het Hof van Justitie. Hij heeft voldaan aan alle voorwaarden van de grondwet en ook de wet ten aanzien van de benoemingsprocedure. Meneer Rutsch, ik feliciteer u als pas beëdigd lid van het Hof van Justitie en ik wens u veel succes bij de uitoefening van uw taak. En ik ben overtuigd dat u ook in deze functie een goede job zal vervullen. En dat hij nu al heeft laten zien voldoende vertrouwen te hebben in de rechterlijke macht, in de organisatie, en dat hij dat ook zal houden, zowel nationaal als internationaal opzicht. Ik wens u veel sterkte, veel wijsheid en ook veel bescherming en steun van de Schepper. En ik maak ook gebruik van de gelegenheid om uw familie te feliciteren, meester Rutsch. Dames en heren, zoals eerder gesteld, hebben we net ook gezien dat we de rechterlijke macht, met name de zittende magistratuur, ook hebben versterkt met een nieuw lid, door mevrouw Cynthia Sherida Klein-Schulz te beëdigen tot plaatsvervanger, lidplaatsvervanger bij het Hof van Justitie. Meester Klein is geen onbekende binnen de rechterlijke macht en zeker niet binnen de staande magistratuur. Sinds na de beëindiging van haar studie tot meester in de rechten aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname, haar carrière begonnen bij het Openbare Ministerie. Meester Klein werd in 1992 benoemd als waarnemend substituut officier van justitie en in mei 1993 werd ze benoemd als substituut officier van justitie. En vervolgens in november 1995 benoemd in de functie van officier van justitie. Na een periode van waarneming van 2 jaren in de functie van hoofdofficier van justitie werd zij in 2017 benoemd als hoofdofficier van justitie en werd zij belast met het coördineren en aansturen van de vervolging in de eerste aanleg. Naast deze indrukwekkende groei binnen het Openbare Ministerie heeft meester Klein ook diverse commissies en raden, zowel binnen als buiten het Openbaar Ministerie gediend. Ze is voorts
Openbaar Ministerie praktijkbegeleider geweest ten behoeve van de radio's en de views. En docent en counterpart van de VIEW-opleiding voor kandidaat vervolgingsambtenaren. Dames en heren, meester Cynthia Klein heeft zich sinds 2022 ten dienste gesteld van het Openbaar Ministerie en het recht. En ze is van klein heel groot geworden en met recht nu de zittende magistratuur gaan versterken. Ook hier heeft de regering met het volste vertrouwen op voordracht van het Hof van Justitie, mevrouw meester Cynthia Klein-Schulen, bij resolutie van 12 juli 2023 benoemd tot voltijds lid plaatsvervanger bij het Hof van Justitie. Ook zij heeft voldaan aan alle voorwaarden van de grondwet en ook de wet ten aanzien van de benoemingsprocedure. En ik feliciteer dan ook het pas beëdigde voltijds lid plaatsvervanger bij het Hof van Justitie, mevrouw meester Cynthia Sherida Klein-Schulz, en wens haar veel succes toe bij de uitoefening van haar taken. En ook hier ben ik ervan overtuigd dat zij in de hoedanigheid van plaatsvervanger bij het Hof ook de rechterlijke macht zal versterken en het vertrouwen van de rechterlijke verder zal uitdragen in zowel nationaal als internationaal opzicht. Ook u wens een veel sterkte en ook bescherming van onze schepper bij het uitdragen van uw taken. En ik wil tot slot de familie en van mevrouw Klein-Schulz feliciteren met dit bijzonder moment. En natuurlijk wil ik afsluiten door jullie allemaal te feliciteren met deze geweldige dag waarbij wij de rechtsstaat verder versterkt hebben met ook de versterking van de zittende magistratuur en de staande magistratuur. Kortom, de rechterlijke macht. En ik dank u allen voor uw ondersteuning in het proces van deze benoeming en veel succes toegewenst. May God bless you all. Thank you. Dank u wel, excellentie. Dames en heren, wij gaan nu over tot het fotomoment. Mag ik hiervoor uitnodigen om naar voren te komen, de procureur-generaal bij het Hof van Justitie. Excellentie, mag ik u uitnodigen voor het fotomoment. Mag ik ook de echtgenoot uitnodigen, de echtgenoot van de procureur-generaal uitnodigen om aan te schuiven. Dank u wel. Excellentie, mag ik u vragen om nog te blijven staan? Dank u wel, procureur-generaal en echtgenoten. Echtgenoot, sorry. Mag ik nu uitnodigen naar voren meester Klein en meester Rutsch. Dank u wel. U mag plaatsnemen. Dames en heren, en met dit fotomoment zijn wij gekomen aan het eind
van deze beëdigingsceremonie. Mag u allen... Wij gaan nu over tot de felicitatieronde. Mag ik meester Garcia Ramsharan Parasin uitnodigen? Als ook meester Erik Hutsch en meester Cynthia Klein-Schultz. Dames en heren, mag ik u uitnodigen voor de felicitatieronde? Namens de president en de first lady, dank u allen voor uw aanwezigheid hier vandaag en ik wens u een fijne voortzetting van uw dag verder. Thank you.
Gefeliciteerd. U bent toch net als een zus. Amanda.